Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Hanna Barefoots, Alles wat er was, 2013. Een citaat over het werk van Hanna Barefoots. In mijn werk zoek ik uit wat er gebeurt wanneer we de maatschappelijke normen juist oprekken. Wat als verliefdheid een psychische aandoening was? Wat als we mensen met dieren zouden kruisen? Wat als we de wereld zoals wij die kennen er morgenochtend ineens niet meer was? Alles wat er was gaat over de situatie dat die wereld er plotseling niet meer is, niet meer herkenbaar de onze is. En vandaar de titel: Wat als alles wat er is, wordt tot alles wat er was. En alles wat er was is de titel. Voor een samenvatting van de inhoud verwijs ik naar scholieren.com. Staat een hele goede samenvatting van Kees van der Pol. Wat als alles anders is dan we dachten dat het was? Dan raken we onszelf kwijt. Want de wetten van de buitenwereld, zegt Hanna Barefoots, die bepalen wie we zijn. De normen krijgen we door anderen aangereikt. De regels, normen zijn regels waar je aan moet houden in de wereld van goed en kwaad. En dit citaat zou ook verduidelijkend zijn: The world is a story we tell ourselves about the world, zegt een bepaalde schrijver. Dus de wereld is een verhaal dat we aan onszelf vertellen en aan elkaar. Wat als dat nou eens opgeheven wordt en als dat allemaal anders wordt? Dus die roman van Hanna Barefoots is een denkexperiment. Wat als je met een willekeurig aantal andere mensen wordt opgesloten in een school vanwege een knal die het onmogelijk maakt dat je naar buiten kunt, terug naar de oude situatie, want dat moet je dan met je leven bekopen, en met een kleine ontoereikende hoeveelheid eten zit? Wat gebeurt er dan onderling met mensen? Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe bepalen ze wat de nieuwe normen en waarden zijn van die kleine mini-samenleving? Ze heeft zelf gezegd: ik ben een fan van Expeditie Robinson. En dat is een beetje wat in dit boek ook wordt uitgezocht, van hoe gaan mensen dan met elkaar om? Het boek stelt vragen aan de lezer. Als je het uit hebt, toen ik het uit had, dacht ik: ja, ik moet wel vragen aan mezelf stellen over die normen en waarden in de samenleving. Ik heb er 10 van die vragen voor jou neergelegd. Wat zou er gebeuren als jou dat zou overkomen? Zou jij, zoals Nathalie, een nacht doorbrengen met je minnaar, in dit geval dus Casper, en ze je zoon dan alleen laten slapen? Of zou je dat er niet voor over hebben? Of zou je dat verkeerd vinden misschien? Zou je net als Lotteke weggaan met gevaar voor eigen leven om bij je kind te zijn dat thuis is met de vader? Derde vraag: zou je na 50 dagen niet aangeraakt zijn, seks hebben met iemand die je wel aardig vindt, wetend dat je zwanger kunt worden? Zoals met Merel het geval is. Zou je net als Merel een dagboek gaan bijhouden over je diepste gevoelens, om die aan het papier toe te vertrouwen en daar vervolgens slordig mee omgaan, zodat anderen kunnen lezen wat je geschreven hebt? Zou je vriendschap met de aardigste medebewoner nog kunnen onderscheiden van liefde als je er 100 dagen zat en nergens heen kon? Zoals bij Merel het geval is. Ik geloof niet dat ze erg duidelijk onderscheid kan maken tussen vriendschap en liefde als het om Leo gaat. Zou je bereid zijn aan cannibalisme te doen om te overleven? Zoals Kelem,
Leo en Merel doen als ze Barry min of meer opeten, delen van Barry opeten. En later bij Kelem. Zou je de tijd kwijtraken, net als Merel, die in haar dagboek heel chaotisch opschrijft, al die dagen door elkaar haalt, geen een duidelijk tijdsbesef meer heeft? Zou je de strijd om zelfbehoud opgeven als je liefde niet beantwoord wordt? Zoals Barry bij Leo. Hè? Barry die wilde weten van Leo: hou je van mij of ben je gek op Merel? En toen duidelijk werd dat Leo gek was op Merel en niet zo op Barry viel, besloot hij om niet meer te eten en te drinken en ging hij dood. Zou je alle waarden en normen van daarbuiten waardeloos gaan vinden? Net als de personen in dit verhaal. Zou je zonder Twitter, Facebook, YouTube en noem het maar allemaal op kunnen? Zonder je telefoon? En waarom ben je daar eigenlijk altijd zo druk mee? Als je niks te eten hebt, dan doet niks er toch meer toe. En natuurlijk, laatste vraag, tiende vraag. Zou je in staat zijn tot een moord? Wurging, zoals Merel bij Kelem doet. Het verhaal gaat dus over die acht mensen die opgesloten zitten in een basisschool, waar ze op zondagmiddag naartoe zijn gekomen voor de opnames, waarbij die Yuri een interview zou krijgen, geïnterviewd zou worden door Leo, omdat hij zo'n goede rekenaar is. Verder was hij niet hoogbegaafd. En het is zo dat er een plotselinge knal komt en dan zitten ze vast en volgen ze de instructies van de overheid. Geen contact met de buitenwereld en te weinig voedsel om het lang vol te houden. Het verhaal vertelt de wetenswaardigheden in die school, de onderlinge relaties, de problemen en de oplossingen die daarvoor gegeven worden of genomen worden. Het verhaal wordt in een dagboekvorm verteld en zeer niet chronologisch door Merel, die langzamerhand haar grip op de tijd kwijtraakt. En er zijn wel uitzonderingen op die niet-chronologie. Dag 99 tot en met 104 worden aansluitend aan elkaar verteld. Dat is één verhaal geworden. En 108 tot en met 111, die zijn chronologisch wel geordend. Daar heeft Hanna Bervoets dus meer ruimte nodig gehad om haar verhaal te doen. Dat heeft gevolgen dat het perspectief bij Merel ligt en dat het niet chronologisch verteld wordt. Je wordt als lezer voortdurend vanaf het begin in spanning gehouden, hoe het precies zit. Hoe zit het precies met die medicijnen die iemand moet gebruiken, de psychiatrische medicijnen? Hoe zit het precies met de ruzies en instabiliteit? Hoe zal het verder gaan als mensen kwaad op elkaar zijn? Komen mensen om? Hoe zullen ze daarop reageren? Telkens word je weer als lezer opnieuw voor een vraag gesteld. Komt er een nieuwe vraag op je af en wil je doorlezen? En ik had sterk het gevoel dat ik ontzettend graag wilde weten wat die knal nou eigenlijk was. Wat is nou eigenlijk de gebeurtenis die ervoor gezorgd heeft dat ze in die situatie terechtkwamen? Het bijzondere is dat er geen einde komt aan de verwarring. Sterker nog, de verwarring wordt groter gemaakt aan het eind. Dan gaat het ineens over Merel die in North Dakota zit en Leo die bij haar weggegaan is. Ja, is ze nu gewoon gek geworden? Is er iets met die medicijnen aan de hand? Ze spreekt op een gegeven moment ook over Kelem als een soort gifmenger. Hij heeft ons vergiftigd. Ja, daar krijg je geen bevredigend antwoord op. De waarheid met een hoofdletter bestaat niet. Dat is typisch iets voor het postmodernisme. Voor postmoderne romans. Ik was wel wat teleurgesteld door het einde. Dus een heel erg open einde.
En ik vond het erg onbevredigend dat je geen antwoord kreeg op de vraag wat die knal nou precies geweest is. Maar die knal was natuurlijk gewoon de aanleiding om dat experiment in gang te zetten. Dus ja, je zit opgesloten in het perspectief van Merel. En wat is er met die Merel precies aan de hand? Is ze nu echt zwanger? Of heeft ze dat verzonnen? Daar zijn ook aanwijzingen voor dat dat het geval is. Met recht dus een open einde. Onbevredigend wat mij betreft. Maar het sluit wel weer fantastisch aan bij de titel. Was dit alles wat er was? Alles wat er was is dit. Meer is het niet. Er is geen doorslaggevende waarheid. Er is geen heldere denkstructuur en geen antwoord op talloze vragen die blijven open. Dat is denk ik heel bewust gedaan. Je kunt ook zeggen, zoals Hanna Bervoets in een interview zei, je kunt je voorstellen dat mensen gewoon ook gek worden als ze in zo'n situatie honderden dagen, meer dan 100 dagen in zo'n situatie zijn en zo weinig te eten hebben en bijna geen slaap krijgen. Wat gebeurt er dan? En het is die extreme situatie die Hanna Bervoets onderzoekt. Waarom doet ze dat? Niet omdat ze gek is op die extreme situatie, maar omdat ze meer wil zeggen over wat mensen eigenlijk voor een wezens zijn. Ze wil meer zeggen over de mens en de positie waarin die is. En dat normen en waarden door anderen worden bepaald in samenwerking met jou. Jij mag er ook een aandeel aan leveren. Dit was het weer voor wat dit boek betreft. Vond je het fijn? Heb je er wat van geleerd, bedoel ik? Dan kun je mijn video liken. Kijk even rond op mijn kanaal, want er zijn nog veel meer boeken die er staan. En misschien zit er iets voor jou tussen. Dankjewel en tot ziens.